Dit is een bespreking van het tweede stukje van Apollo Condita, boek 26, paragraaf 18. In het voorafgaande hebben we gezien hoe de Romeinse volksvergadering bijeenkwam komt op het Campus Martius, op het Marsveld, om een nieuwe bevelhebber in Spanje te kiezen. Ze weten niet zo goed wat ze moeten doen. En op dat moment stelt de 24-jarige Scipio Minor, en zo zal die later genoemd worden, zich kandidaat voor deze belangrijke functie. Eerst even een toelichting bij deze tekst. De Romeinse volksvergadering die was ingedeeld in 193 centuriae, centurien wordt dat meestal vertaald. En dat zijn afdelingen van dus waar dus een aantal kiezers in zitten. Het woord kentum betekent 100, dus oorspronkelijk ongeveer 100. De volksvergadering kon dus maximaal 193 stemmen uitbrengen. En er wordt hier onderscheid gemaakt tussen die centuriae en de individuele leden daarvan. En die worden hier homines genoemd. Daarom heb ik dat vertaald met alle mensen individueel. Wat wordt hier dan gezegd? Jussi. Bevolen zijnde, nadat ze het bevel hadden gekregen, onderwerp zijn natuurlijk de leden van de volksvergadering, vervolgens om in te gaan de stemming, om de stemming te beginnen. En dan de uitspraak, jusserunt, bevolen zij, daar staat het hoofdwerkwoord, hebben zij bevolen, dus de volksvergadering heeft bevolen, en dat doen ze omnes, allemaal. Allemaal tot één toe, staat er letterlijk, allemaal tot de laatste man, hebben ze bevolen. En bij dat omnes, daar wordt dus onderscheid gemaakt tussen niet alleen de centuriae, maar ook de homines. Niet alleen alle centuriën, dus die 193, die stemmen voor, maar ook alle individuele leden ervan, de homines. En die bevelen, de inhoud van het bevel staat vanaf hier, dat Imperium esse, dat het bevel was aan Publius Scipio, dus die jonge jongen van 24, het bevel in Hispania, die Hispania is een toelichting bij Imperium, dat het opperbevel in Spanje toe zou moeten komen aan deze Publius Scipio. Caterum betekent maar. Ze gaan, nadat ze dat vol enthousiasme gedaan hebben, gaan de volksvergadering twijfelen. Post rem actam, na de gedane zaak. Ik heb het tamelijk letterlijk vertaald. Dus nadat ze dat besluit genomen hadden, op het moment dat toen al was gaan liggen, letterlijk, en dan twee onderwerpen, de impetus animorum, vandaar dat ik dat recederat enkelvoud heb vertaald met waren. Er komen nu twee onderwerpen. Dus toen al was gaan liggen, de aandrang van de geesten, zoiets staat er letterlijk, de opwinding en het enthousiasme, de ardor, de hitte, gloed, het is eigenlijk een metafoor. Toen het eerste enthousiasme dus was weggeëbd, toen ortum est, bij dat ortum moet je est aanvullen, toen is er ontstaan, stilte, plotseling, en opnieuw hier twee onderwerpen en een zwijgende, tacita cogitatio, een zwijgende overdenking. Dus die leden van de volksvergadering die gaan in stilte overdenken, quid nam egissent, wat eigenlijk ze gedaan hadden. Conjunctivus moet er staan, omdat dit een afhankelijke vraag is. En dan moet je zeggen, ze dachten of niet, nonne is kondigt een vraag aan, ze dachten erover na. Of niet favor, sympathie, meer waard was geweest, zwaarder had gewogen, heb ik vertaald, dan ratio, dan verstand. Painitet me betekent ik heb spijt van. Dus painitebat, daar moet je iets als eos aanvullen. Zij hadden spijt van. Het meest hadden ze spijt van. En waar je spijt van hebt, staat in de genitivus. Dat is dat aetatis wat vooraan staat. Dus tegen zijn leeftijd, van zijn leeftijd, hadden ze het meest spijt. Ik heb vertaald tegen zijn leeftijd, hij was 24, daar bestond het meeste bezwaar tegen. Quidam is het onderwerp, bepaalde lui, nominatief is meervoud is dit, dus sommigen, die waren huiverig voor, horeband, ook etiam, voor het lot
van zijn familie. Domus is van groep 4, dus de genitivus. Hier is de genitivus, die is ook domus. Dus sommigen huiverden voor het lot van zijn familie. Hè. Dus de familie van de Scipiones, van de Scipio's, waar er net dus twee van gesneuveld waren in Spanje. En ze huiverden ook voor de naam, nomen is het tweede leidend voorwerp van Horeband. Ze huiverden voor de naam en dan daar moet je genitivus proficis centis mee verbinden. Dus ze huiverden voor de naam van de vertrekkende, van degene die vertrekt, vertrok nu hè, naar Spanje natuurlijk. En daar wordt die jonge Scipio mee bedoeld. Dus nomen moet je verbinden met proficis centis. Dan even in de volgorde. Ex uit families. Uit funestis families, in rauw gedompelde families, en daar twee van. Dus eentje van Scipio's vader en de ander van zijn oom. Daar worden die twee families, dat wordt bedoeld met die twee families. In eas provincias, dat in provincias, dat hoort bij proficis centis, van degene die vertrok naar provincies, Spanje dus, naar die provincies, waar eas ubi, waar tussen de graven van zijn vader, die dus gesneuveld was, en zijn oom, de zaken gerendai essent, gerundivum constructie, waar de zaken moesten worden gedaan, waar oorlog moest worden gevoerd, inter sepulcra patris patruike, tussen de graven van zijn vader en zijn oom. Dus nog een keer die laatste zin vanwege de ingewikkelde volgorde. Sommige mensen die huiverden voor twee dingen, namelijk voor het lot van die familie, dus van de Scipio's, en voor de naam van degene die vertrok, uit twee families die in rouw gedompeld waren, naar de provincies, naar die provincies, waar oorlog gevoerd moest worden, inter sepulcra, tussen de graven van vader en oom. Dat kan natuurlijk nooit een prettige opdracht zijn hè, voor die jonge Scipio. Daaruit bestond nu de twijfel. Dus het eerste enthousiasme van de volksvergadering om Scipio te kiezen, dat eerste enthousiasme is weggeëbd en ze krijgen nu spijt, painitebat.